Welkom bij de persbabbel na afloop van KV Kortrijk-Silkebrugge. We gaan uiteraard beginnen met meneer Vidarsson, de bezoekende trainer. Ja, meneer Vidarsson, ik zou zeggen vanuit de grond van mijn hart, met de gebetenheid, de gedrevenheid dat Cirkel hier gevoetbald heeft, dat is een ploeg die nooit mag zakken. Maar daar heb je niet veel aan vanavond. Nee, dat klopt. Maar bon, kijk, dat is nu eenmaal het voetbal. We hebben hier een hele goede wedstrijd gespeeld. En de voorbije drie wedstrijden, thuis tegen Zultenwaregem, op Standaar en nu hier vanavond, zijn gewoon heel goed geweest. Maar dat is nu eenmaal voetbal. De wetten van de voetbal die, zijn nu eenmaal zo dat als je onderaan in de rangschikking staat, dan moet je niet alleen dubbel zo hard werken, maar moet je driedubbel zo hard werken om die puntjes samen te sprokkelen. En als je bovenaan staat, dan valt het soms iets gemakkelijker voor u. En dat is hier gebeurd vanavond. Kortrijk die een ongelooflijk seizoen speelt. En echt mijn complimenten aan Yves en zijn ploeg. Ik ben echt onder een indruk van Kortrijk van dit seizoen. Zoveel doelpunten scoren, zoveel kansen kunnen afdwingen. Dan weet je dat het moeilijk kan worden hier. Maar we hebben ze heel goed in gedwang kunnen houden. Weinig kansen weggegeven. Ook geen 10 kansen zelf gecreëerd, maar toch wel een stuk of 3-4. En dan is het pijnlijk dat je niet krijgt wat je misschien wel verdient. Maar ik zeg het, dat is voetbal. En je kunt nu twee dingen doen. Dat is of opgeven of rugrechten en heel hard werken. En alles geven zondag thuis tegen Mechelen. En wij zullen zeker en vast voor de tweede kiezen. Ja, een open kans op de paal en een penalty missen. Wringt daar het schoentje bij Cirkel dit jaar? Ja, dat, sowieso. We weten dat wij heel moeilijk scoren. Maar ook kijk, dat zijn, die kans die op de paal landt, dat is gewoon schitterend gedaan van Junior. Fantastisch meegenomen en in de volley met rechts de verste paal geraakt. Centimeter meer naar rechts en die bal valt binnen. Ik bedoel, je kunt daar niks op aan te merken, op die technische vermogen of het schot zelf. Dat is puur geluk. En de penalty, ja, kijk, dat is nu eenmaal zo. De meeste penalties gaan binnen en deze niet. We gaan naar de andere kant, naar het winnende kamp. Yves, ik zou kunnen met bloemen gooien naar het bestuur. Dat voor de derde keer in 6 jaar tijd play-off 1 speelt. Naar de spelerskern. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, wat een debuut. Wat een trainer hebben wij bij KVK. Ja, ik ga wat voor seizoen zij bij elkaar gespeeld hebben, ja, dan kan ik alleen maar uitermate tevreden zijn. En, ja, ik schiet misschien tekort in woorden, maar uiteindelijk geprobeerd een ploeg te vormen, geprobeerd automatismen te kweken, geprobeerd doelkansen te creëren. Maar keer op keer, week na week, blijkt dat ook te lukken. En dat is ook omdat ze, ja, ergens toch wel luisteren, vind ik. En dat ze mij ook aanvaarden in die rol als T1. Maar ja, langs de andere kant is het ook omdat ze over heel veel kwaliteit beschikken. En dit jaar is er zo'n een puzzelke die in elkaar past. Een goede mix van spelers die, ja, dan toch voor elkaar willen vechten. Goede groepsfeer. Week na week de grinta hebben om wedstrijden te winnen. En het toont ook aan, we hebben nog altijd het meeste aantal wedstrijden gewonnen, samen met Club Brugge, denk ik. En vandaag was natuurlijk de kers op de taart. En we wisten heel zeker dat het ging moeilijk worden vandaag, omdat we ook tegen een ploeg spelen, ja, die punten nodig heeft in de eerste plaats. Maar ook die echt wel heel goed georganiseerd was en waar wij heel moeilijk een antwoord op vonden. Om dan toch een haatje in die goede verdediging vonden. Uiteindelijk hebben we heel lang moeten wachten. Ik kan niet zeggen dat we heel rustig gebleven zijn, want ja, er is toch wel wat nervositeit ondertussen. We wisten ook het resultaat van Charleroi. En dan wilt je heel graag. En ik heb proberen de druk van mijn groep weg te houden deze week. Om te zeggen, we willen heel graag, maar we moeten niet. En eigenlijk is het toch wel enigszins een mirakel dat KV Kortrijk
van de 6 seizoenen dat de play-off 1 ingevoerd is, daar al 3 keer bij hoort. En proficiat aan Hans KV Kortrijk, proficiat aan het bestuur, proficiat aan de scouting, proficiat aan de spelers. En ja, laat ons zeggen dat ik dan daar misschien ook wel ergens een klein stukje in bijgedragen heb. Ja, want ja, vandaag was het wat stroef, het was niet goed. Maar nu is de druk van de ketel. Er kan alleen maar opluchting zijn, hè? Want het kan alleen maar beter nu. Ja, ik heb dat ook gezegd tegen de spelers. Het was even, ik kan niet zeggen, bibberen. Dat was het nu ook weer niet. Maar er was toch wel even afhankelijk van een tikkeltje geluk. Ik denk ook in de voetbaldetails, paal binnen of paal buiten maakt heel veel verschil. En stel dat we 0-1 achterkomen, dan kan het een heel andere wedstrijd zijn. Maar toch, nu kunnen de spelers alleen maar genieten. En voor mij, denk dat er mij nog één grote taak ja, voor mij weggelegd is nu. En dat is dat ze blijven als ploeg spelen. En als dat niet gebeurt, ga ik zeker ingrijpen. En de spelers staan in de etalage. Ze hebben al genoeg getoond. Ze hebben al heel veel kwaliteit getoond. Verdediging 12 keer de nul. De doelpunten, assisten, meeste doelpunten scoren. We weten allemaal wel de namen. Maar het zijn ook de mensen tussen de lijnen. Nundemets, Pavlovic, die ook hun verdiensten hebben. En die soms belangrijker zijn dan al die andere gasten. Maar die komen dan minder in de pers. En ze willen dat misschien ook wel niet. Maar voor mij is het nu heel belangrijk. De spelers mogen zich echt wel uitleven en tonen dat ze play-off 1 waard zijn. Dat zal toch moeten terug als groep gebeuren. En dan misschien nog één vraagje over Onkenij. Je liet hem staan de voorbije weken. Hij had nooit echt de kans om zich te bewijzen. Maar vandaag, ja, vandaag doet hij het. Hè. Ja. Dat is natuurlijk opnieuw een detail. Er gaat een kans van cirkel met de paal buiten. En er gaat een penalty gered door mijn speler. Ook niet erin. En zo kunnen we winnen 1-0. En dat is een kwaliteit van een keeper. Niet een keer lukt dat, niet een keer niet. Ik denk dat ik gewoon gelijk heb met de cijfers dat we na nieuwjaar bij elkaar gespeeld hebben. Dat ik geen reden om mijn keeper te wisselen. En voor het moment blijft dat ook zo. We hebben, ik denk, 4 goals tegen na nieuwjaar. Dus dat is bitter weinig. Hè. We zullen hier de algemene persbabbel afsluiten.